Guus Meeuwis, 51, werd tijdens de coronaperiode een beetje somber door het noodgedwongen annuleren van zijn optredens. In het programma De Geknipte Gast vertelt de zanger aan Özkan Akyol over de teleurstelling die hij voelde. Einde corona, toen ging New York niet door, zegt de Brabantse artiest. Ook zijn clubtour moest destijds worden geannuleerd vanwege de geldende coronamaatregelen. En toen dacht ik wel eventjes, nou weet ik het gewoon even niet meer. Het kostte veel energie om telkens zaken te regelen voor evenementen die niet doorgingen, aldus Guus. Dit zorgde voor veel negatieve energie en een korter lontje dan normaal. Ik keerde meer in mezelf. Gelukkig kon hij in die periode goed praten met zijn vrouw Manon, die hem door en door kent. Zij begrijpt mij heel goed, ze kent mij fantastisch goed. Dit helpt hem, hoewel praten over gevoelens niet altijd gemakkelijk voor hem was. Voor iedereen die dat ook moeilijk vindt, het is echt helpend om af en toe te delen hoe het met je gaat. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van inhalen, vertelt Guus. Alle shows die door de coronamaatregelen waren uitgesteld, zijn inmiddels ingehaald. Dus nu hebben we alle beloftes waargemaakt die we hebben gedaan, en ik denk dat we nu weer opnieuw kunnen beginnen. Het voelt als een open boek. De zanger bracht deze maand zijn nieuwe album uit, genaamd Uit het Hoofd. Het maken van een nieuw album is altijd leuk en spannend, vertelt Guus. Het begint altijd met een leeg vel papier en je hebt geen idee welke kant het op zal gaan. Hij verwachtte dat zijn nieuwe album een terugblik zou worden, maar dat bleek niet het geval te zijn. Het is geen terugblik, het is een vooruitblik. Voor Guus Meeuwis was het afgelopen jaar een periode vol uitdagingen en tegenslagen, maar ook van nieuwe kansen en perspectieven. Ondanks de sombere momenten heeft hij geleerd om te praten over zijn gevoelens en steun te vinden bij zijn vrouw. Nu, met zijn uitgestelde shows ingehaald en zijn nieuwe album gelanceerd, kijkt hij vol enthousiasme naar de toekomst. Het afgelopen jaar heeft hem niet alleen sterker gemaakt, maar heeft ook zijn artistieke horizon verbreed. Guus Meeuwis blij.